In Autovisie 9 staat de eerste supertest. Een test waarin we een compleet segment onder de loep nemen. Dit keer het B-segment, het segment waarin de Ford Fiesta zitten en de Volkswagen Polo. En erbij de drie dikste minis, de Citroën DS3 en de Alfa Mito. We hebben de Renault Clio, maar we hebben ook de Dacia Sandero en die is weer gebaseerd op de vorige Renault Clio. Kost minder dan 10.000 euro. Dit is de favoriet, de Volkswagen Polo Blue Motion. Hij kost 16.300. Er zijn er inmiddels al 4.000 van verkocht, terwijl die mensen er niet in hebben kunnen rijden. Wij uiteraard wel. De enige auto die in Nederland wordt gebouwd is de Mitsubishi Colt. Zou die een kans maken? De nieuwste Autovisie ligt nu in de winkel en daarin uiteraard alle specificaties van deze auto's, de prijzen en de winnaar.